misschien nog even, zou misschien nog heel even de spoorboom open mogen? Zeg, meneer Van Vest, zou misschien nog even de spoorboom open mogen? Ik lag net hartstikke lekker in de koers. Ik was gewoon hartstikke lekker, lag ik in de klassieker. Zeg, zou misschien iemand nog even voor mij de spoorboom open kunnen doen? Zeg, zo te kleine moeite, mag misschien even spoorboom open? Ja, dan moet ik heel lang wachten. Je moet weten, het hele peloton is erdoor, behalve ik daar. Zeg, mag misschien nog even, zou even spoorboom open mogen? Ik moest verdomme hartstikke hard remmen. Ik moest verdomme zo hard remmen. Moet je kijken, de hele fiets is gewoon naar zijn klote, man. Zo hartstikke hard remmen. Ja, je gaat wel lekker lachen, maar dan moet ik wachten. Tot spoorboom open, ja. En ik was bij de start, was ik al een beetje laat. Ik had dopingcontrole, ik kon niet pissen. Nou, ben ik met de hele dopingcommissie naar het terrasje geweest. Biertje, satéetje, nog een biertje. Nou, uit mijn ooghoek zag ik het hele peloton wegschieten. Nou, ik zeek van zenuwen in mijn broekje. Nou, ik gewoon die broek ingeleverd. Ik zei, breng maar uit, ik wil weg. Die wil cruisen. Dus ik naar die starter met zijn geweer, die stond er nog. Ik zeg tegen die starter, ik zeg, joh, schiet nog een keer. Nou, hij schiet nog een keer. Ik wil wegrijden. Ik sloeg met mijn bek op het asfalt. Verdomme, die fiets op slot, man. Ik lag met mijn bovenlip zo op de zoap. Gewoon helemaal heel strak. En ik wist een combinatie, zo'n ketting sloot. En ik wist een combinatie, wist je niet. Dus ik zeg tegen die starter met zijn geweer, zei, joh, schiet als slot hier open. Nou, hij schoot als slot open, politie de B. Zijn mijn fiets aanstellen? Ik zei, dat is mijn eigen fiets. En toen moest ik nee, naar het bureau, heb ik 2 dagen vastgezeten. Nou ja, daar lig je al achter. Lig gewoon achter. En die helm is ook hartstikke warm. Doodziek van die helm gewoon. Nou, na 2 dagen ben ik vrijgelaten. Ik denk, nou weet je wat, ik rij gewoon s'nacht door. Tachograaf eraf, niemand die merkt. Nou. Ja, ik reed. Om eens kwam bij een rotonde, maar ja, na 2 dagen staat er niemand meer bij de rotonde. Ik was 188 keer rond, ik was hartstikke duizelig. Nou, dan moet je gakken. Nou, ik gakte de 2e afslag, helemaal fout. Ik reed zo een braderie op, hartstikke gezellig. Marco Passato, Rita Corita, Marco Bakker, hartstikke leuk. Dan een satéetje, biertje, maar ja, daar ben je weg. Je koersen, je weg. Schoot mijn ketting eraf, ik naar de fietsenmaker. Ik zei, fietsenmaker, maak gauw die ketting erop. Hij zei, dat gaat niet, ik ga net dicht. Ik ga 2 dagen met mijn vrouw naar Sittard. Nou ben ik even mee geweest, nou aan. Die ligt toch achter. En ik kan je wel zeggen, die ketting te gespannen staat in je trappers net niet goed zijn. Dat je wielen net te draaien mogen onderbouwen. En er is een stangetje met de kinderen. En ik versta mezelf ook niet. Ik heb gewoon een staatsschot nodig. Ik bedoel, als ik een staatsschot heb, kan ik weg. Och, daar loopt die gozer van Fisk. Die loopt er met een geweer achter de pinkning aan. Daar loopt die... Zeg, kun jij misschien even schieten? Nou, oh, hier. Zo.